De aan de haan bewaakt ze dametjes. Oh, een wurmpje gevonden. Een stuk brood. Nog een haan. We hadden namelijk in een aparte stal hadden we 10 kippen zitten met een haan als experiment. Maar die hebben we teruggehaald. We hebben er een paar weggegeven. Maar die haan hebben we over, dus die gaan we slachten. En die witte daar, dat is ook een tijdelijke haan. We vonden het zonde om hem te slachten. Maar ja, het wordt nou toch wel knokken. Dus er is ruimte zat voor 2 hanen. Alleen Daan pikt dit niet. Elke keer als die witte een kip betreedt, dan duikt hij erop, Daan. Van, hé, dat is de man, hè. Hij is ouder. Hij is een jaar ouder, Daan. Maar hij heeft dus ook het recht om dat te vinden. En aan zijn kam te zien is de witte het er niet altijd mee eens. Want Daan heeft een paar flinke pieken op zijn kam. En er zijn ook wel dametjes die zich om die witte heen scharen. Dus het is zo zonde, hè. Het zijn van die mooie beesten. Maar er is hier niemand in de buurt die hanen wil, want iedereen heeft zijn eigen hanen. Nee, ga jij eens terug. Nee, terug naar binnen. We gaan niet achter de kippetjes aan. Nee? Een liedje, nee. Zo, niks ervan. Niks ervan. Je hebt speelgoed zat. Kippetjes zijn geen speelgoed. Ja, 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 ja. Zo is die braaf. Eindelijk weer lekker weer. Het is zaterdag. Even denken. Het is de 21ste vandaag. 21 mei. We hebben een behoorlijk regenachtige koude week gehad. Gisteren begon het een beetje op te knappen, maar gisteravond heeft het ook ongelooflijk geregend weer. Ik ben een beetje ziek geweest. Het wilde niet doorbreken. Steve is behoorlijk ziek geweest. Die is het eigenlijk nog wel. Dus die is ook niet gaan werken. Ik moet het weekend werken vannacht en morgennacht. Dus ik ben benieuwd of het weer nu houdt. Want we hebben aardig wat kou gehad. Het is rond de 5 graden geweest. Hele korte, late lente. En officieel begint de 23e midsommer hier. Dus dan gaan ze ervan uit dat de zomer begint. Die duurt natuurlijk ook maar kort.
Dus we hebben eigenlijk nog niet het gevoel gehad dat we echt een lente achter de rug hebben. Een paar weekjes. Weer. Nog niet eens. En nu is het juni, juli. En augustus begint hier de herfst alweer. Eind augustus. En dan gaan we de winter weer in. Drrr. Alles staat in ieder geval in bloei. En met al die regen is het gras al zo gegroeid. En hier houden de kippetjes het kort. Omdat wij het al een paar keer hebben moeten maaien. Maar bij de kippetjes gaat alles goed in ieder geval. Zoals jullie zien. Die hebben het prima naar de zin. Zit in de weg. Ik zal jullie even wat laten zien wat ik net ontdek. In dat huisje zit hij. Dus die hebben broedsel waarschijnlijk. Dan ga ik naar binnen, want dan wil ik ze niet storen. Sorry meneer of mevrouw de vogel. Meneer waarschijnlijk. Dicht die zooi. Zo. Luidt mij de tuin uit. Daar zit hij. Hij nestelt dus in het huisje. Zwartkopmeisje. Goed gelijk, jongen. Stuur me maar weg. Gewoon naar je kindjes toe. Tot ziens.